Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zeepie, Ocarina of Time. Ik ben er weer. In de vorige aflevering zijn wij in de well geweest, hebben we heel veel sidequests aan de kant geschoven en in deze aflevering gaan we eindelijk naar de volgende tempel toe. Nou, voordat ik dat ga doen, ga ik eventjes twee pieces of hearts eventjes collecten en wil ik jullie het een en ander even vragen. Normaal gesproken doe ik altijd de comment van de dag. De comment van de dag om mij nou. Doe ik altijd zeg maar van laat je het leukste momentje weten als je daar de tijd voor hebt. Maar ik wil jullie vragen om een speciale mening ergens over. Want ik zit ergens over te twijfelen. Ik zou het dolgraag willen doen. Er is namelijk een let's play die ik al zeker anderhalf jaar in gedachten heb, maar nooit echt aan ben gekomen. Eén, het is een gigantische let's play. Ik wil hem dolgraag een keer doen. En ik wil weten of jullie dat ook heel erg leuk zouden vinden. Want ik wil natuurlijk ook wel een beetje rekening houden met jullie. Dus ik loop ondertussen heel even naar Kakariko Village. Daar hebben wij in de vorige aflevering een Magic Bean geplant. En daar kan ik er heel even over hebben. Het spel waar ik over praat is namelijk een serie. Jullie weten, ik heb Medieval een keertje gedaan. Dat was een spel op de PlayStation. Dat was omdat ik dat vroeger heel veel gespeeld heb. En dat wou ik dolgraag met jullie delen. Dit spel daarentegen is vele malen groter. En is ook totaal van een andere console. En is ook een van de spellen die ik helemaal grijs heb gespeeld. Mede namelijk ook door mijn zus. Die was er toen helemaal gek van. Ik praat namelijk over de game Final Fantasy 9. Dat is echt... de muziek is geweldig. De storyline is geweldig. Het is een heel mooi spel. En die zou ik dus dolgraag een keer willen let's playen. Nou is mijn idee... de reden waarom dat ik die wil let's playen is sowieso omdat het een heel erg mooi spel is. Maar de reden waarom dat ik er zo erg op vraag naar jullie mening is... Het is een enorm groot spel. Nou, mijn idee was eigenlijk om dus na dat grote spel... Dan heb ik genoeg tijd gehad ook op voorbereiding om eindelijk dan de hardcore serie 2.0 van Minecraft daarna te gaan beginnen. Dan heb ik genoeg tijd om de foto's te maken, de crew samen te stellen, opnameschema en noem maar op dus. Daar wil ik echt jullie mening over weten van, zouden jullie geïnteresseerd zijn ook in Final Fantasy 9? Final Fantasy 9 is echt één van mijn lievelings Final Fantasies in de serie. En het is een totaal andere spel. Het is geen grof spel of griezelspel, het is ook een fantasiespel. Het is een RPG, moet ik er even bij zeggen. Maar het is een van de spellen die ik echt dolgraag een keertje zou willen let's playen. En dan wil ik eigenlijk niet naar Ocarina of Time, of wel naar Ocarina of Time. Moet nog heel eventjes kijken hoe dat ik dat wil gaan doen. En normaal gesproken van hint van de dag. Maar ik zit er heel erg lang al aan dat spel te denken. En ik wil... Het zou een hele uitdaging zijn, omdat het dus zeg maar een van mijn grootste projecten ooit weer gaat worden. Maar gewoon de magie die dat spel heeft... Die wil ik dolgraag met jullie delen. Dus laat eventjes jullie mening erover weten in de reactie. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Wat jullie daarover zouden denken. En hopelijk zijn jullie er net zo enthousiast over als ik. En anders dan gaan we iets anders zien. Maar in ieder geval, hier hebben we dus nou de piece of art die we dus nou wel te pakken kunnen krijgen. Je kunt deze ook pakken met de longshot. Dat is een item die we later gaan krijgen. Als ik me niet vergis in de watertempel. En dan zou je er dus naartoe kunnen hoekshotten. En ja... Dat is dus eigenlijk zeg maar de reden waarom ik daar een bean... Want ik wou hem alvast pakken. Goed, nu is het tijd voor... De vuurtempel. Daar gaan we nou naartoe. Ik heb eigenlijk best wel zin in de vuurtempel. Ik bedoel, we hebben nou heel veel sidequests gedaan. We hebben enorm veel hartjes. Ik moet zeggen, de eerste keer toen ik dit spel speelde... Zeepie, it's too hard in here. Navi, daar zijn we al achter. Dat boeit ons niet. Nou, we hebben hier ook zo'n zaadje geplant. En op het moment dat we dus deze ook gebruiken... Vliegen we eventjes overal overheen, hè. Oh boy. En hebben we dus zeg maar weer een hardcontainer compleet. Nou, zoals jullie dus zien, we hebben op dit moment... Oeh, het is hier heel erg rokerig. Dit was dom. Maar we hebben dus nou 15 hardcontainers. En zoals ik al probeerde te zeggen is... de eerste keer toen ik dit spel speelde... toen kwam ik bij de vuurtempel met 8 hartjes. Toen was ik nog niet zo'n pro in het vinden van alle pieces of hearts. Nou, zoals jullie net in de onderste balk hebben gezien, zijn er dus nu nog maar 4 pieces of hearts. Die we dus zeg maar kunnen vinden in deze dungeon. En ik neem extra schade omdat ik daar gewoon zin in heb. Ik bedoel, serieus. Ik heb geen zin in dat langzame geklimmen, noem maar op. Zonder enig oponthoud, de vuurtempel. Daar gaan we eindelijk mee gaan beginnen. Dus nou hoop ik dat ik de stem goed kan onthouden van Darunia. Want Darunia is eigenlijk dus zeg maar waar we nou naartoe gaan. Wil jij alsjeblieft eventjes je mond houden? Dank je. Dankjewel voor je hartje. Ik ben heel erg blij. Ik ben heel erg blij met het hartje. Dus, goed. Hallo. Who's there? Is that you, Zeepie?
Hey, de Roenia, makker. Oh, en hier is Zeepie. Ja, niet verwarren met die andere Zeepie, hè, die je zoon of zo. You've grown so big since I last saw you. Ja, dat kan. I want to have a man-to-man talk with you, but now's not the time. Ganondorf is causing trouble on that mountain again. He has revived the evil ancient dragon Volvagia. On top of that, he is going to feed my people to that evil dragon, as a warning to other races that might resist him. If that fire-breathing dragon escapes from the mountain, all of Hyrule will become a burning wasteland. I will go on ahead to try to seal up the evil dragon. I'm concerned though, because I don't have the legendary hammer, but I have no choice. Zeepie, I'm asking you to do this as my sworn brother. While I'm trying to deal with this dragon, please save my people. The prisoner cells are in the opposite direction. I'm counting on you, Zeepie. Oké, dus we moeten dat doen. Normaal gesproken zou je hier nou de rode tunic aan moeten doen. Maar ik ben zelf niet zo'n liefhebber van de red tunic. Ik bedoel, Link wordt gewoon groen. Dus ik haal hem wel. Dus ik doe hem alleen maar in uiterste nood. Maar volgens mij kan ik dit gewoon heel erg makkelijk halen. Zonder het gebruik van. Nou, onze missie is dus hier zeg maar om constant de Gorons te gaan bespreiden. En geloof me, je wordt doodgegooid met de Goron Special Hupplepup. Are you releasing me? Am I free to go? Nou, nog wel. I'll tell you a secret for saving me. In order to get into the room where the Roonia went, you have to do something about the pillar stuck in the ceiling. Find a path that leads to a room above the ceiling right away. Oké, nou, elke Goron die je bevrijdt, zal je dus zeg maar leiden naar een sleutel. Wat heel erg handig is natuurlijk, hè. Uiteraard. Nou, we hebben dus hier al zeg maar de eerste sleutel, we hebben de eerste Goron bevrijd en ja, het is de bedoeling dat we alle Gorons zouden gaan bevrijden. Dus ze zullen allemaal je een hint geven op het moment dat je ze dus zeg maar bevrijdt. Maar op zich is dit best wel een makkelijke tempel. En in tegenstelling tot de grastempel, de forsttempel, moet ik heel eerlijk zeggen, deze tempel is niet een van mijn favorieten. Daar ben ik heel eerlijk in, deze tempel is juist mijn... Nou, niet mijn minst favoriet, maar qua muziek, ja. Ik bedoel, van de muziek hadden ze wel anders kunnen maken. Goed, dan komen we in deze hele grote kamer terecht. Wat we hier willen doen is, er zijn hier twee ruimtes waar we dus zeg maar naartoe kunnen gaan. En de eerste kant is zeg maar hier. Daar kunnen we hier naar beneden toe. En ik wil heel eventjes mijn bommetjes selecteren, want die gaan we zeker nodig hebben. Dus... Het eerste wat ik wil gaan doen is eventjes hier naartoe. Is dit een echte deur? Ja. Je hebt die nepdeuren, dus daar wil je ook vooruit kijken. Maar er zijn hier een paar verschillende deuren waar we dus heel eventjes naartoe willen gaan. Als we deze doorheen gaan, komen we bij een Goron die we ook weer kunnen bevrijden. Wat leuk. Dus heel erg veel... Ja, deze heeft ook heel erg veel tekst. Are you releasing me? I'm afraid to go. Oh, jij bent de Toad Goron. Here's a secret for saving me. A wall that you can destroy with the Goron special crop. Oh, serieus, daar gaan ze echt heel veel mee gaan. Will sound different than a regular wall if you hit it with your sword. Yay! Loop weg. Oké, nou. In ieder geval krijgen we er weer een sleutel van. Dat is alleen maar heel erg fijn. En zoals je ziet, kamers zonder lava zullen dus niet die timer geven. Die zegt van, het is hier te warm. Maar ja, ze gaan er ook niet vanuit dat je hier ondertussen alle pieces of art hebt. Ik bedoel, bijna alle pieces of art. Er zijn er nog vier, dus ja... Dus ik vraag mij af, kunnen we eigenlijk al? Volgens mij zouden we al vier al kunnen pakken, maar dan lopen we zo ver vooruit op het spel. En dan is het eigenlijk alleen nog maar een tempelrun en daar heb ik eigenlijk weinig zin in. En waarom spring ik hier naar beneden? Ik wil hier niet naar beneden toe. Want zoals jullie dus zien, er zit daarboven zit er een blokje. Dus als we de Song of Time spelen... Bij muziek ben ik altijd heel erg stil. Vind ik heel erg belangrijk. Oké. Dan zien we dus dat daarboven ook nog een deur zit. Volgens mij is deze deur niet voor een sleutel, maar voor een Golden Scotula. Kan ik me natuurlijk even vergissen, maar we zullen het zo zien. Even kijken. Nee, dit is voor een Golden Scotula. Hier hebben we de speciale platforms die eigenlijk voor het eerst te zien waren in The Legend of Zelda Link to the Past. Alleen dan nou in 3D. Ping! Ja, ik ga er geen counter neerzetten. Dat was de windweken grap. Hier is de grap eigenlijk mijn naam, Zeepie. Heel veel die dachten dat ik eigenlijk mijn naam zou veranderen dan in Zeepie. Maar ja, het is zeg maar in elke Let's Play hebben we ondertussen een beetje een doorgelopen grap.
En hier is eigenlijk een beetje de zeepie, eigenlijk een beetje de grap. Oké, nou, hoi Golden Scotula, ik ga je heel eventjes slaan. We don't like likes, die grap kennen we ondertussen wel. Hoppakee, you destroyed the Golden Scotula. You have token of proof that you have destroyed it. Yay, en we hebben weer maximale rubies. Oké, nou, dan moeten we dus nog helemaal eventjes die kamer door... Wil je niet die kant op lopen? Dan moeten we dus eigenlijk heel die kamer doorlopen. Ik probeer dit wel een beetje snel te doen. Want ik wil wel in vandaag en morgen de aflevering... wil ik dus eigenlijk deze tempel wel klaar hebben. Mocht dat niet lukken, dan helaas hebben we het toch in ieder geval geprobeerd. Zoals je ziet, ik loop gewoon door de lava heen. De Red Tunic, die zal er wel voor zorgen tot op het moment dat je dus zeg maar door de lava heen loopt... je niet zo snel schade neemt, maar tot het best wel een tijdje duurt voordat je schade neemt. Dus dat wil zeggen, in plaats van tik, 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 krijg je dus echt om de, ik geloof, 5 seconden of zo pas schade. Nou, hier hebben we toevallig zo'n muur die dus zeg maar anders klinkt als je met je zwaard er tegenaan slaat. En we hebben dus niet de Goron Special Crop, maar bommen werken eigenlijk ook heel erg goed. Want het nadeel is, ze praten dus constant over de Goron Special Crop. Maar het nadeel is, die krijg je pas ver halverwege na deze dungeon. Dus tot dat punt moet je eigenlijk gewoon op bommen rekenen. Dat is praktisch wat je moet doen. Are you listening to me? Am I free to go? I'll tell you a secret for saving me. There are switches in this temple that you have to cut to activate. But you can also use the Goron Special Crop to do the job. Ja, er zijn een paar switches in deze tempel die zijn verroest. Die zitten er al zo lang, die zijn gewoon helemaal vastgeroest. De enigste manier om die switches in te drukken is dus zeg maar met de Goron Special Crop. Die we dus zeg maar nog moeten vinden. En helaas werkt daar de bomtruc niet bij. Dus daar hebben we echt de hamer voor nodig. Oh, ik zei dat het een hamer was. Oh, spoilers. Oh boy. Oké, nou, we hebben hier in ieder geval 2 sleutels gevonden. En zoals jullie van mij weten is, ik ben enorm lui. Ik ben enorm lui, dus heb ik geen zin in om ervoor te zorgen dat we dus zeg maar zonder damage hier doorheen gaan lopen. Want het is geen no damage run. Eigenlijk is het helemaal geen speciale run. Maar ja, ik ben behoorlijk pro in dit spel. Hopelijk mag ik dat zo zeggen. Tot ik hier eigenlijk nooit een game over in heb gehad. Dus oké, nou, dan komen we bij deze muur terecht. En ondertussen horen wij een mailgeluidje op de achtergrond. Als ik me niet vergis, zit hier geen... Nee, hier zit... Ik denk dat dit eigenlijk de kamer is dat ik eigenlijk moet gaan zorgen voor mijn Red Tunic. Ik denk dat dit de eerste kamer gaat worden, ik weet het niet zeker. Ik bedoel... Ja, dat golvige, dat laat zien hoe warm dat het is. En voor de Nintendo 64 was dat eigenlijk heel erg special effect. Sowieso niet dat het alleen de eerste Zelda in 3D was. Maar ook zeg maar de effecten van als je een hete kamer had, dat het dan ook echt heter uit zou zien en alles. Dus oké. Deze moeten wij daar op die gijzer eventjes plaatsen. 50 seconden. Oh, mocht de timer op 0 staan, dan is dat een instant game over. Dus... De enigste reden wat dus zeg maar heel gevaarlijk is in, met zo'n timer. Normaal gesproken als je dus in de lava zou vallen, dan verlies je dus zeg maar 1 hartje. Hier is het zo, als de timer op 0 komt te staan, is het instant game over. Tenzij dat je een veetje in een bottle hebt. Nou, 2e sleutel hebben we hier nodig. Dat is de reden waarom dat we 2 sleutels hebben. En dat loopt aardig door. Nou, hier hebben we een Goron, die kunnen we helaas nog niet helpen. En eigenlijk best wel zielig op het moment dat je dus met ze gaat praten. Als je dus zeg maar ze nog niet hebt bevrijd. Please don't eat me. If you eat something like me, you'll get a stomach ache. You'll be sorry. Ah, arme Gorons. Echt, ik heb echt medelijden met die Gorons. Echt, aww. Ik vind het echt zo zielig voor ze. Nou, deze die kunnen we dus later. Nieuwe vijand hier trouwens. De vurige slak, de slakmaas. De Pokémon. Nee. Deze zijn heel erg makkelijk. Ik snap niet waarom dat... Deze die kunnen we dus zeg maar... Het enige wat ze zullen doen... Is als ze je zien, zullen ze op je afkomen dashen. Als je ze 1 keer hebt geraakt met de zwaard... Dan zullen ze hun vlammetje kwijtraken. En dan proberen ze weg te rennen van je... Totdat ze hun vlammetje weer hebben. Ik word nooit door die beesten geraakt. Ik weet niet waarom, maar ik word nooit door die beesten geraakt. Nou, daar zien we een switch. Die switch wil je niet raken met je zwaard. Die switch die wil je eigenlijk raken met een bom. Want dat is een switch die geactiveerd is op een timer. Nou, wat ik normaal gesproken altijd doe, is kan ik deze sprong zo maken? Dus ik heb dat vaker gedaan, dus ik ga het gewoon proberen. Juist. Oké, en dan kunnen we hier omhoog klimmen. Nou, zoals ik al zei, die switch die raak ik altijd met een bommetje. Bommetjes is eigenlijk je main item die je hier het meeste gaat gebruiken. Oké, nou, dit is eigenlijk hier. Even hem zo plaatsen. Ondertussen dat de bom aan het aftellen is, klim ik hier alvast naar boven toe. De explosie zal de switch raken. Daardoor gaat deze circle of flame gaat weg.
We horen de timer en we kunnen hier gewoon klimmen. Volgens mij is dit ook de manier waarop dat je dit wil doen, want ik geloof niet dat je zo snel kunt zijn om nog eens een keer van ledge naar ledge te springen, dan daarbovenop te klimmen, dan hier nog eens een keer op te klimmen, voordat die timer zeg maar voorbij is. Dus, tenminste dat denk ik. Goed. Nou, dan komen we hier in een puzzelkamer. Deze kamer is irritant. Geloof me, deze kamer is echt irritant. Vooral met die boulders die je de hele tijd achter je aan gaan. Nou zit er hier een secret to everybody. Sowieso zit daar een deur die op slot zit. Maar als ik me niet vergis, word ik hier geraakt door een steen. Als ik me niet vergis, zit hier ook... excuses. Is dit een nepdeur? Nee, dat is een echte deur. Oké. Zit hier een kamer, zeg maar, die Goron. Waar we dus, zeg maar, nou eventjes de sleutel van kunnen krijgen. Dit is een hele andere Goron trouwens. Are you releasing me? Am I free to go? Ja, dat ben je. Let me tell you a secret. There's a reward for releasing me. When you are on fire, you can put out the fire by swinging your sword or by rolling forward. Did you know that? Ja, dat wisten we eigenlijk al. Bedankt voor de useless informatie. Dat was heel erg Engels-Nederlands door elkaar. Maar goed, we hebben weer een sleutel en daarvoor zijn we eigenlijk hier. En oké, vooruit dan. Om die Gorons ook te... Ik heb medelijden met die Gorons, echt serieus. Hoe lang zitten ze hier gevast? Nou ja, ik bedoel, het zijn toch een soort van rockbiters. Ik bedoel, ze eten rocks. Dat hebben we geleerd 7 jaar geleden toen we dus zeg maar de Dongo Cavern hebben bevrijd. Van we can eat the delicious rocks, bla 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 bla. Dus zouden ze zich niet uit zo'n... Oh, jij draait in één keer om, dat is sneaky. Maar zouden ze zich dan niet eigenlijk een beetje kunnen protecten voor heel die... gebeuren? Ik bedoel, volgens mij zouden ze zich gewoon dan uit kunnen eten. Ik bedoel, ja, als het stenen eten zijn, waarom gaven ze zich eigenlijk dan niet gewoon doorheen? In ieder geval, hier zie je het Golden Skulltula. Ik heb geen zin om de hookshot te pakken, want de hookshot is niet de main item die we hier moeten gebruiken. Dankjewel! Oké, auw. Nou, als ik me niet vergis, zit hier nog een... secret to everybody. Als ik me niet vergis hoor. Ik kan me natuurlijk gruwelijk vergissen en dat doe ik eigenlijk best wel vaak. Mijn excuses nogmaals daarvoor. Want ik weet dat we hier die plateautjes op moeten. Maar volgens mij zit hier juist. Hier zit namelijk nog een switch. Met nog een Goron. Oftewel nog een Smoky. Hallo. Are you releasing me, am I free to go? Ja. I'll tell you a secret for saving me. In this temple, there are doors that fall down when you try to open them. When one of these doors starts to fall, move. If you use a sample of the Goron special crop, you can break it. Ah, je kunt ook gewoon bommen tegen die deuren gebruiken. Oftewel, hier krijgen we een waarschuwing voor fake doors, waar we zeker voor uit willen kijken. Oké, nou, we hebben weer een sleutel. Op naar de volgende kamer. Zoals je ziet, deze tempel is eigenlijk best wel straightforward. Oftewel, echt van A naar B lopen als je weet waar je naartoe moet gaan. Dus dat vind ik eigenlijk best wel komisch van deze dungeon. Oké, nou ik wil nu deze deur hierin. En dan komen we bij een gangpad die eigenlijk best wel smal is. Vallen we hier naar beneden toe, hebben wij een heel erg groot probleem. Want dan moeten we weer helemaal terugklimmen. Normaal gesproken zou ik zeggen van gebruik hier Faroor's Wind. Maar ik heb zelf altijd de locatie waar dat ik Faroor's Wind wil gebruiken. Dus ik zou, als je nieuw bent bij dit spel, zou ik hier echt definitely Faroor's Wind gebruiken. Oké, nou heel erg voorzichtig hier, want vallen we, dan is dat heel erg vervelend. Oké, we zitten safe. Oké, nou deze deur hier, die is specifiek, ja, timer, heel erg leuk. Alleen maar voor de map, wc-papier, kaart, ik wil hoe je het wil noemen. Ta-da-da-da! Ik was te vroeg. Oké, nou, en daar kunnen we dus de map vinden. Het grappige is, de kompas in deze wereld, daar moet je zo voor out of your way voor gaan, die skip ik altijd. En in deze playthrough skip ik hem ook, want het is niet echt zeg maar iets waarvan je zegt van, ja, dat is wel nodig voor de 200%, of voor de 100%. Niet echt. Ik bedoel, als we de Skulltula's kunnen skippen, kunnen we dit ook skippen. Heel erg simpel. Goed. Dit is dus zeg maar de andere zijde van die muur die we dus net zagen. En deze kamer is zeg maar geprotect door windows. Want als we hier op het hek komen, dan worden wij gezien als een virus. En dan komt de firewall in activatie. En die komt langzaam naar je toe. Nou, die firewall, daar hoeven we ons niet echt zorgen over te maken. Die muur die... Dankjewel, Flaming Bubble. Die firewall die is eigenlijk best wel traag, dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken.
Wat we willen doen is, we willen zo snel mogelijk naar de overkant toe lopen, omdat daar weer het een en ander is wat we kunnen pakken. Dus, we gaan hier omhoog. Klim hier eventjes omhoog. En gaan hier door de deur. We hoeven ons geen zorgen te maken over de firewall, wat eigenlijk best wel goed is. Nou, dan komen we dus zeg maar op het bovenste gebied. En dit is de locatie waar ik altijd voor Royce Wind eventjes plaats. Hier is het heel erg makkelijk om een foutieve sprong te maken door dus snel zeg maar hier vanaf te vallen. En dat willen we niet. Dus hier gebruik ik altijd voor Royce Wind. Mochten we naar beneden vallen, hoeven we alleen maar op een knopje te drukken en komen we automatisch weer bij deze deur terecht. Wat heel erg fijn is. Goed, nou, het eerste wat ik wil doen is even deze slak eventjes weghalen. Wat een gemak met die slak. Nou, oké. Okay. En dan wil ik hier even een bommetje plaatsen. Want zoals je dus zeg maar ziet, is dit bommenbol. En hier sta ik altijd bij het bommetje, zodat ik hier naar beneden val. En geen falling damage neem op het moment dat ik hier naar beneden val. Krijg ik, ja, het is een half hartje schade in plaats van een hartje. Een heel hartje schade. Dus, ja. Oké. Okay. Nou komen we dus bij die Goron die we dus zeg maar net zagen met dat stemmetje van please don't eat me. Die hebben we nou eindelijk bevrijd. Hallo, are you releasing me? Am I free to go? Ja, here's a tip for rescuing me. Somewhere in this temple, you're sure to meet up with some creatures that dance as they attack. Arrows won't hurt them. Looks like you might need some of the Goron special crop. That's all I have to tell you. Serieus, nog één keer die Goron special crop. And I will shove it up your Goron's face. Nou, dit is eigenlijk een beetje een gemene, foutieve informatie die ze je geven. Waar niet echt over nagedacht is. We krijgen hier sowieso de Smokey. Zoals ik al zei, de Goron special crop. De hamer die we dus zeg maar hier kan vinden. Die beesten die dansen als een gek, waar dat ze zeg maar over zaten te praten, die komen we pas tegen, of die komen we al tegen voordat we dus zeg maar het item hebben gevonden. En er is geen manier om het item van deze dungeon te krijgen voordat we een van die beesten hebben verslagen. Hoe moeten we dat beest verslagen als we nog niet eens zeg maar de Goron special crop hebben? Nou, zoals ik al zei, bommen zijn 9 van de 10 keer daar het antwoord op. En er zit niets door. Achie! Dank je. Nou moet ik zeggen dat mijn stem en mijn verkoudheid flink al voorbij is. Ik bedoel, het heeft een behoorlijke lange tijd geduurd. Maar op dit moment is het echt nog een af en toe niche. Laten we het daarop houden. Een af en toe niche. Heel af en toe. Oké, nou eventjes deze slak maar even aan de kant. En ik sta in de fik. Wauw, way to go. Ik zeg dat ze juist eigenlijk onschadelijk zijn en ik word er gewoon door geraakt. En natuurlijk, speciaal voor jullie, eventjes een beetje iets langere aflevering. Vinden jullie ook wel leuk. Dus, oké, nou hier de switch. Oh, op het moment dat je die switch hebt geraakt en je valt naar beneden toe. Die Goron die daar zit zal dan automatisch gewoon weglopen van, oh, je kon mij niet bevrijden. Nou prima, dan loop ik toch zelf al weg. En zul je zijn hint dus niet horen. Dus ik ga nou mijn uiterste best doen om niet naar beneden te vallen. Om toch bij die Goron te komen. Dit is de enigste Goron waar je eigenlijk dus zeg maar zou kunnen missen wat dat hij zegt. Ja, of je loopt gewoon weg van die Goron. Dat kan natuurlijk ook. Dus oké, nou, even jou eventjes. Zo. En dan komen we bij die Goron. Oh, elke slakvijand zal zeg maar magie droppen. Dus kom je in magiesnood altijd die slakken doen. Oké. Hallo. Are you listening me? Am I free to go? I'll tell you a secret for saving me. Oh, net zoals al die anderen. If you find a place that you can see on the map but you can't reach, try playing your ocarina. Natuurlijk alleen als je de Scarecrow song hebt. Oh boy. Ik vind het zo grappig dat ze hier eigenlijk zeggen dat je je ocarina moet bespelen. Als je dus zeg maar een plek ziet waar je niet kan komen op de map en je hebt geen idee hoe dat je kan komen. Die hint die hij eigenlijk geeft gaat eigenlijk over deze kamer hier. Er zit hier een secret to everybody. Op het moment dat we hier dus zeg maar naartoe gaan. Als we daar naartoe gaan, dan kan ik deze sprong maken. Goed zo. Want normaal gesproken wat we nou zouden moeten doen is terug naar de plek waar dat we voor Roar's Wind hebben gebracht. Weer terug naar die ene kamer toe. En hier zien we dus dat Navi helemaal spastisch gaat worden en naar daarboven toe gaat. Dus tijd voor de Song of Healing, a.k.a. de Scarecrow Song. Oké, hij is niet geactiveerd. Wat is het toch met die Scarecrow song niet activeren? Oké, nog een keer.
serieus, wat is het met die Scarecrow song en niet willen activeren? Zie? Ik weet niet wat het is, maar hij wil gewoon niet. Hij had er gewoon geen zin in. Oké, nou daar hebben we dus zeg maar onze Pierre, de Scarecrow. En dan kunnen we dus zeg maar naartoe via de hookshot. Dus daar is Pierre heel erg goed voor. Oké, nou even iets omhoog. Hoppakee. Nou, dan denk je bij je eigen, waarom zou je hier naartoe willen gaan? Nou, er zit hier dus zeg maar nog een plateau waar we dus naartoe kunnen gaan met de hookshot. Zoals ik al zei, de hookshot is geen main item. Ah! Dan vergeet ik steeds dat dit een bewegend plateau is! Oh boy. Typisch weer mijn falen. Oké. Sorry Pierre, mijn fout. Oké, nou. Bewegend plateau. Het is zo'n klein bodempje dat je eigenlijk denkt van... Oh, dan moet ik gelijk opklimmen of zo. Nou, deze brengt ons naar een secret location in het spel. Dus op het moment dat we hier naar boven komen... Volgens mij is dit allemaal zeg maar voor een Golden Skulltula. Als ik me niet vergis. Oké, hier horen we hem al. Tenminste, ik hoorde hem al. Kijk, daar zit hij. Hallo. En dit is eigenlijk dus zeg maar zo'n secret route. Deze is niet required om deze dungeon eigenlijk te halen. Deze is gewoon skippable. Maar ja, als je een Golden Skulltula nog nodig hebt, zoals in dit geval wij, is het dus zeg maar wel handig om deze pet ook eventjes te nemen. Nou, vergeet niet, Pharaoh's Wind die we daar dus zeg maar beneden hebben geplaatst, is nog altijd even handig om dat hier te doen. Nou, hier komen we dus bij nog een Golden Skulltula. Waar zit die? Daar. 2 Golden Skulltula's voor de prijs van 1. Leuk. Hallo. En we hebben een Golden Skulltula. Nou, dan hebben we hier een switch. En deze switch die zorgt voor een Circle of Flame die daar dus zeg maar weggaat. En als ik me niet vergis... Oh, fijn. Ik screw dit. Oké. Volgens mij kan ik dit niet halen. Nee, ik haal dit niet. Oké, laten we dit er nog een keertje doen. En dan een tikkeltje sneller. Der. Here we go. Concentratie, jongens. Kom op. Zinloze 200 rupees! Die wou ik heel eventjes laten zien. Ja, hij is heel erg zinloos. Oké, nou met dat gedaan te hebben, denk ik dat ik het wil laten bij deze aflevering. Ja, we willen terug naar onze warpoint. Dus laat een like achter als je daar een tijd voor hebt. In de volgende aflevering gaan we natuurlijk verder met deze dungeon. In plaats van de leukste moment, ja, mag je ook achterlaten als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Maar laat eventjes weten wat jullie vinden van de Final Fantasy idee. Ik zou die dolgraag willen let's playen voor jullie. Dus laat weten wat jullie meningen daarover zijn. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play The Legend of Zelda. Ocarina of Time. Bedankt voor het kijken jongens en tot de volgende keer. Doei!